Wij mogen hier ons teamsong opnemen voor ons nieuwe online programma Straatkinderen. Nadenken over belangrijke dingen. Laat hier even staan de mensen op YouTube zien, dus Kim. En de laatste is eigenlijk niet. Want ik denk dat het meer dan 300 kostuums bij elkaar zijn. Deze wedstrijd. Zoals we allemaal al weten, waren de scholen tot en met vandaag gesloten. Maar nou hebben we vorige week te horen gekregen dat de scholen weer na de meivakantie open mogen. Maar wat jij, wat ik, je buurman, je buurvrouw, wat we ons allemaal afvragen is... Hoe dan? Wat gaat er veranderen? Hoe gaat het er voor ons uitzien? Zijn er andere lesroosters? Gaan de juffen en meesters andere dingen geven? We zijn echt reuze benieuwd en daarom ging ik even op onderzoek uit. En ik begon bij niemand minder dan juf Greetje van de Toomerlijn. Ik ga haar wat vragen stellen en ik zou zeggen, kijk even met me mee. Ja, nou gaan we Greetje even bellen. Even kijken of ze online is. Hoi hoi! Hey, hoi. Klopt het dat ik je niet kan zien? Of even kijken hoor. Oh, ik ben je... Ik ga eens even kijken. Ja. Ja, ze heb ik weten. Zie je mij? Ja. Ik zie jou nog niet. Ik zie jou nog niet. Oh ja, ik zie je. Oké, ik heb hier dus ook een telefoon onder me, want ik ben tegelijkertijd aan het filmen. Want ik ben een filmpje aan het maken. En ik had een vraag voor jou als juf. Maar natuurlijk als eerst gefeliciteerd met je verjaardag. Dank je. Ik zie de slingers al achter je hangen. Ja, leuk hè? Ja, superleuk. Hé, hey, een vraagje, want de scholen gaan natuurlijk weer open. En wat gaat er voor de kinderen veranderen, denk jij? Nou, ik denk best wel weer heel veel. Ik denk namelijk dat het heel spannend zal zijn. Ja. En heel erg leuk. En heel gezellig. En dat we weer heel veel kinderen met elkaar kunnen spelen. Dus dat dat echt heel erg leuk is. Ja, ja. Ik denk ook dat het op school anders gaat uitzien. Ja. Dat de klassen anders zijn ingedeeld, omdat alle juffen en meesters toch een bepaald afstand van de kinderen moeten houden. Dat oh ja, ja, natuurlijk, ja. Dat zijn de regels. Dus ja. Ja, ik weet dat bij ons op school hebben ze een andere indeling gemaakt van de klas. Ja. Zodat er, zeg maar, eigenlijk ga je met de halve klas naar school. Met de halve klas. Dat er twee tafeltjes per kind zijn. Dus dan is er één tafeltje maar bij ons. De spullen opgelegd worden. Ja. En één tafel waar je dan aan kan zitten. Ja, oké. Okay. Dus ja, die indeling is iets veranderd. Ja, de indeling is veranderd. En wat gaat er voor jou als juf, zeg maar, veranderen? Ja, voor mij als juf, of voor de juf in het algemeen, is dat het, denk ik, een uitdaging gaat worden om de kinderen op afstand les te geven. Want dan wordt ons gevraagd om 1,5 meter afstand te proberen te houden. Maar ja. Dat is best wel lastig als je een som wil uitleggen of zo. Ja, precies, ja. Wel van afstand, maar... Ja, ja, snap ik inderdaad. Dat wordt wel een uitdaging. Ja, dus dat is gewoon even passen en meten en kijken ter plekke hoe dat zich uitkristalliseert. En dan had ik nog één vraag. Wat vind je het belangrijkst van je werk? Helemaal misschien in deze gekke tijden nu? Ja, dat is toch wel echt waar ik voor sta. Een stukje rust en veiligheid brengen bij de kinderen, bij jezelf en bij de leerkrachten. En zorgen dat alles fijn voelt, ondanks dat de wereld anders is als dat hij... als dat we hem voorheen kenden. Ja, precies. Dat is voor mij wel belangrijk. Ja. Ja, oké. Okay. Nou goed, leuk om te horen allemaal. Na de meivakantie gaan de scholen weer open. En ik hoop gewoon dat het langzaam een beetje gewoon de goede kant weer op gaat. Zo, maar we hebben er echt heel veel zin in. Ja. Ik weet zeker dat heel veel leerkrachten zoveel zin hebben om alle kinderen weer te zien. Ja, ja, leuk. En weer te zien. Ja, nou goed. Goed om te horen. Dat waren eigenlijk mijn vragen die ik even had. Ja, nou, dankjewel. En ik zal zeggen, vier nog gezellig je verjaardag verder. Goed, en we spreken elkaar snel. Dank je. Doei doei. Kortom, er gaat dus veel veranderen op de scholen. Zoals bijvoorbeeld kleinere klassen, meer afstand met juf en meester.
Maar dat mag de pret niet bederven. Wij houden jullie op de hoogte van het nieuwtjes die je moet weten voor school, de sportclubs, noem het maar op. Straatkinderen, kijk elke woensdag ook mee live. En in de tussentijd vermaken jullie met de nieuwste tricks, filmpjes, nieuwsflash, kleedfeestjes en noem het maar op. Tot morgen allemaal. 4 uur live, woensdag bij Straatkinderen.